Bo Hummels, debuutmarathon. Vertel even, wat is jouw verhaal van deze Amsterdam Marathon? Wat is mijn verhaal? Ja, we hadden vooraf afgesproken om in Den Haas rond tempo 1.16, 1.16,5 te vertrekken. En dat deed hij heel goed. Hij is zelfs nog wel langer doorgelopen, tot ongeveer 30 kilometer. Dus dat vond ik wel heel fijn. En toen heb ik de laatste 10 kilometer of 12 kilometer alleen zo hard proberen mogelijk door te lopen. Maar die laatste 7 werd wel heel zwaar. Dus ik ook echt aanwijzingen van Guido, van richt je op je concurrent. Dus dat helpt wel. Een mooie tijd. Is het nou mee of is het nou tegengevallen? Ja, dat is heel meegevallen. Ja, ik had alleen heel pijn in mijn voeten, maar qua conditie ging het wel heel goed. Ja, dat wel. Ja, ik vond het best wel fris eigenlijk tot 30. Dus ja, dat was heel erg meegevallen. Ja. Je bent Nederlands kampioen, daarmee ook nog eens gefeliciteerd. Hoe waren de afgelopen weken? Heb je er helemaal goed naartoe kunnen leven? Ja. Oh, jawel, sorry. Ja, dat zeker. Gewoon goed voorbereid. Dus het was wel de hele tijd al in mijn hoofd al mee bezig de laatste paar weken. Dus we goed kunnen visualiseren de race. En dan ben je eigenlijk gewoon af en toe wachten de laatste week dat je eigenlijk mag starten. Dus daar heb ik heel veel zin in. Is dit het nou? Ben je een marathonloopster geworden? Wat zijn jouw ambities op dit vlak? Ja, ik voel me nu wel marathonloopster. Ik denk van de eerste moet even goed een goede eerste ervaring hebben, vond ik. Ik vind het wel heel, ik ben heel erg blij met de debuutmarathon. Dus ik kan me zeker, ik durf mezelf een marathonloper te noemen, dat zeker. Je liep ongeveer 2.31 geloof ik, klopt dat? 2.32 klaar. Ja. Is dat een tijd volgens verwachting? Ik had eigenlijk 2.35 of zo in mijn hoofd. En 2.32 had ik nooit durven dromen eigenlijk. Dus het is echt wel een. Ik heb mezelf wel verrast, om zo te zeggen. Ja. Nou, dat is mooi als je jezelf verrast. Nederlands kampioen geworden. Mooi seizoen zo. Ja, zeker. Dat is zeker een mooi seizoen. Ik heb wel al mijn PR's wel kunnen verbeteren. Dat komt vooral ook door die marathontraining. Je voelt je gewoon steeds sterker worden. Door die kilometers die je loopt en zo. Dus ik voel me heel sterk. Tijdje herstellen en dan? Uiteindelijk crossen. Na het crossseizoen. Ja, dat zeker. Mooi. We gaan je volgen. Gefeliciteerd nogmaals Nederlands kampioen en een mooie debuutmarathon. Ja, super. Dankjewel. Goeiedag.